de lamp is al aan. Maar we gaan vandaag lekker een scrapbookpagina maken. Ik weet nog niet precies wat. Ik heb een blaadje uitgekozen waarvan ik denk, dit vind ik leuk. En dan gaan we verder spulletjes erbij zoeken. En dan zien we wel wat het wordt. Dus we gaan lekker beginnen. En dan zien wij vanzelf wel of het iets leuks gaat worden. Ik denk het wel, want ik vind dit leuk om te doen. Goed, we gaan gauw beginnen. Nou, ik heb een blaadje uitgekozen met goud en hartjes. En ik kwam deze tegen, dit lintje. Maar die zou ook nog kunnen, of juist het blauwe. Maar ik dacht, even de andere camera uitzetten. Ik ga gewoon hier iets mee doen. Ik weet nog niet wat. We gaan het merken. Ik ga er eerst eens wat dingetjes bij zoeken waarvan ik denk dat vind ik leuk kleuren. Dit is doorschijnend, hè? Dus daar houden we rekening mee. Kijk, dat is natuurlijk perfect. En ik denk deze ook. Niet helemaal. Kijk of ik nog iets meer wat in de roze richting heb. Denk het niet hoor. Het is vooral heel veel rood. En paars. Maar daar had ik ze op gekocht, op paars. Nou, die is ook nog wel leuk. Maar is ook niet helemaal de kleur. Even kijken of deze donkere dan. Nee, ook niet. Nee. Even kijken of er nog iets anders is wat een beetje lijkt. Nou, deze is sowieso wel grappig, maar het is heel veel kleurtjes, maar die gaan we niet doen. Even spieken wat hier onderin zit, want ik heb heel veel van deze stickertjes, want ik heb er een stapel bij gekocht. Omdat ik ze gewoon zo leuk vind om te gebruiken. Nee. Die vind ik ook leuk. Ja, die zou ook kunnen. Oké, nou, dan hebben we daar een heleboel van. Dan eens kijken of we wat in dat thema plaatjes kunnen vinden. Nee. Nou, uil ook niet. Niet deze uil in elk geval. Ook niet. Deze zou kunnen. Een beetje hard. Nee, dat wordt hem niet. Moet de zachte kleurtjes zijn, ben ik al wel achter. Maar dat geeft niet. Kijk, dit is dan wel heel leuk. Maar er staan weer paddenstoelen op. Dit niet. Nee, ik wil geen paddenstoelen vandaag. Kijk, die kan wel. Night Owl. Maar ook niet helemaal passend. Nee, niet deze. Gelukkig heb ik nog veel meer plaatjes. Dit zijn allemaal bloemetjes, dus dat wordt ook niks. Die zou wel kunnen. Kijken wat we hier tegenkomen. Deze niet, die vind ik niet mooi. Die wel. Die kan ook. Kijk, hier zitten wat van die distressed plaatjes in. Daar kun je wat meer mee. Die ook, zie je een andere. Sommige zitten aan elkaar vast, dus dat zie ik al. Die zou ook nog kunnen, maar ik wil het een beetje in dat... Deze kan ook. Crabs. Nou, dat was deze serie. Dit is sowieso niks. Nou, ik denk dat we hier al wat mee kunnen. Een tekst vind ik altijd leuk. En deze heeft een bloemetje erop. Dus dat kan zeker. Een mooie dame. Oh, dat is wel heel leuk zo hierbovenop plakken. Dan zit ze er echt op. Dat vind ik een leuk idee van mezelf. Kijk, even terugzetten in mijn bakken. Moet daar toch eens iets anders op gaan verzinnen, want het wil niet zo goed meer staan, zeg maar. Even kijken, deze mag heel even aan de kant. Sorry, ik ben een beetje verkouden geworden. Het is het eind van de vakantie en drie keer rijden wie er niet lekker aan het worden is. Ik zei de gek. Even kijken wat hier nog in zit. There's one emotion that's present, that its presence or absence... Change us completely. Dat is waar. Maar ik vind die time to love. Doesn't have to have a happy ending. Because love is always there. Dat vind ik veel mooier. Dit is niets. Die vind ik ook een te harde rand hebben. Maar ik vind hem wel heel leuk. Maar gaan we niet doen. Ik heb geen zin om uren te gaan knippen. Dus dan gaat deze. Nee, wordt hem ook niet. Even kijken. Nou, deze plaatjes zijn... Niet zo geschikt vandaag.
Oh, wacht eens even. Hier hebben we ook nog een leuke. Die zou ook kunnen. En hier hebben we nog wat van deze. Kijk. Nou, dan moeten we ook weer afknippen. Dat is op zich jammer. Die passen ook niet bij het liefelijke thema. Vampire Blood. Een wereldkaartje. Is altijd handig. Altijd leuk. Een stukje tekst kan ook nooit kwaad. Ik probeer nu een beetje plaatjes te vinden van wat past, zeg maar. Hè. Dus ik zit gewoon lekker hierin te zoeken. Less house, more home. Nee, vind ik die tekst toch leuker. Dit is ook een leuke om te plakken als tekst. En ik heb hier nog een stukje tekst. Oh, eentje. Ik weet niet wat er hieronder zit. Konijnen. Nee. Nee, niet. Die moet in de poppetjesdoos ook. Ik weet, die zitten hier in de poppetjes. Even in de poppetjesbak. Plop. Nee. Kijken of we nog iets met een bloemetje hebben. Kijk, die is wel leuk. Nee. We gaan eens even kijken wat we hier met dit kunnen bereiken. We hebben een heleboel plaatjes. Nogmaals, ik weet niet of ik alles ga gebruiken, maar dat zien we vanzelf. Die leg ik even aan de kant, die zien jullie niet. En wat ga ik hiermee doen vandaag? Ga ik het er in zijn geheel opplakken? Nee, ik ga er gewoon een stukje uitknippen. En dat ga ik doen. En ik knip zeg maar even om de hartjes heen nu. Waardoor er een soort golfje ontstaat. Kijk. Dat vind ik wel een leuk idee van mezelf. Gaan we eens even kijken. We hebben een gaatjes maken voor hoeken. Nou ja, een hoekafknipapparaatje moet ik eigenlijk zeggen. Dan hebben we in elk geval een rond hoekje wat ik graag wil. Even kijken. Daar en dan mag je er daar af. Ik moet even mijn andere schaar pakken. Dit is eigenlijk een schaar met een hele kromme bek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar die is ergens gewoon gebruikt en dat is niet goed gegaan. Dus ik moet even mijn eigen schaartjes pakken. En die heb ik wel hoor, die liggen in de buurt. En ik heb ook mijn anti-plakschaar. Die is ook super fijn. Oké, die gaan we eerst eens even vastplakken. Zo. Kijk. Even een beetje lijm hier, dat die goed vast zit. En dan gaan we nu eens plaatjes leggen. Even kijken. Eerst maar eens even wat tekstjes, dat is altijd wel handig. En dan heb je een beetje een achtergrondje waar je wat op kunt plakken. Die vind ik misschien toch te wit. En zo verlies je dat hele kartonrandje uit beeld. Dat vind ik ook heel jammer. Misschien moet ik het gewoon hier gaan plakken dan. Het is een beetje lastig neerleggen, omdat mijn boekje een beetje te dik aan het worden is. En ik heb nog niet een nieuw boekje. Kijk, dit vind ik wel een hele leuke compositie zo. Die wil ik daar. En ik had Mexico of Hawaii. Die doe ik er dan overheen plakken. En dan gaan we die mevrouw opzetten, net Marilyn Monroe zetten.
net lijkt of ze erop zit. Deze tekst komt dan hier. Dat weet ik nog niet. Nee, we gaan het anders doen. Want ik heb natuurlijk die andere kant ook nog. Kijk, en dat is weer een ander golfpatroontje. Zal ik die even bijknippen dat het hetzelfde is? Dat ga ik even doen. Ik ga nog even knippen. Even knippen. Nou, is ook zo klaar dit. Als je stickers knipt, dat duurt altijd veel langer. Want dan moet je heel precies knippen natuurlijk. En ik vind knippen nooit zo leuk. Je kunt ook snijden, maar daar ben ik ook niet zo fan van. Zo. Nou, die kan wel weg. Die is in tweeën gebroken. Maar kijk, als ik het nou zo doe. Dan vind ik dat eigenlijk veel leuker. En het past nog precies ook. Oh, wat een toeval. Even kijken hoor, een beetje lijm erop. Dan kan ik het net iets meer naar mijn zin maken. Zo. Deze even als eerste plakken. Kijk, tadaa. Ik denk dat ik hier veel beter mee uit de voeten kan. Niet met deze. Die gaan we gelijk wegleggen. Even zien. Ik weet in elk geval zeker dat ik deze hier wil met haar erop. Dat weet ik heel zeker. Deze drie ga ik hier doen. Dan zie ik nog wel de dingetjes. Kijk, deze past natuurlijk wel heel leuk bij dat Hawaii, hè? Dit bloemetje. Zie je dat? Dat is hetzelfde. Dat is een lelie. Misschien moet het toch anders. Even kijken. Deze tekst staat zo om. Ja. Dit is Afrika. Nou, zullen we Afrika ook maar goed omplakken. Dit maakt niet uit. Het staat alle kanten op namelijk. Die zo. Het is een beetje lastig voorstellen nu. Maar ik snap, weet wel hoe het eruit gaat zien. Dan had ik deze tekst nog. Maar moet die per se? Ik denk het niet. Dan heb ik een paar plaatjes. Eens even kijken welke ik het dan het leukst vind. Ik denk dit. Zo. Bloemetje zo. Gewoon zo hier. Dat zo. Zijn we er dan? En dan die wat meer daarheen. Ja, ik denk dat ik hem heb. Oké, we gaan hem maken. Foto maken, niet nodig. Ik weet hoe dit eruit ziet. Die plaatjes leggen we aan de kant. Misschien hebben we die een andere keer weer nodig. We gaan beginnen met plakken. Oh, ik heb een hele vieze nagel, zie ik. Ik heb net wat met chloor gedaan, maar dat is blijkbaar in mijn nagel getrokken of zo. Ik zal zo wel eens eventjes de nagels schoonmaken. Kijk, dat vind ik het leuk van deze stickers. Dan denk je, oh, het is heel fel. Maar juist nu wordt het een heel mooi dingetje, zeg maar. Heel, ja, doorschijnend. Deze nagel doet ook echt zeer. Want hij is heel ver ingescheurd. Ik denk dat het daardoor ook komt dat hij zo vlekkerig is. Goed, deze weten we ook zeker. Dat is per ongeluk gebeurd. Dat inscheuren dan. Nee, dit is toch gewoon een sticker. Ah, daar is hij. Ik denk, waarom wil jij er niet af? Hawaii.
een klein beginnetje. Nou, dit was even pielen op de vierkante millimeter. Maar Miss Marilyn Monroe zit erin. Zo, eens even kijken hoor. Die kunnen we ook alvast wel opplakken. Ik wil niet van harte vandaag met die stickertjes. Gaat wel eens makkelijker, zeg maar. Oké. Kijk. Oh, ik vind deze wel weer heel schattig worden hoor. Zo met al die kleurtjes. Met dat roze, zeg maar. Ik zie nu dat er hier verf of zo op zit. Ja, dat zien jullie misschien niet, maar ik wel. Ik heb ook niet zo ver ingezoomd, zie ik. Wacht even, gaan we nog even inzoomen. Zo, dan gaan we deze eens even plakken. Ik was alweer zo lang bezig dat mijn... even kijken, die moet er precies tussenin. Dat mijn camera uitviel. Dan ben je langer dan een kwartier bezig. Dat gaat na, volgens mij, 16 minuten of zo valt die uit. Dus... ik vind het altijd wel grappig. Even kijken dat deze wel goed om zit. Ja, deze zit nu goed om. Kijk, die kan dan daar. Dan moet ik even kijken hoe ik deze wil gaan plakken. Ik denk zo om. Ik kan ook nog even kijken voor... oh, hier zitten ze twee aan elkaar weer. Die mag weer terug. Die strawberry en die... ik ga het denk ik bij deze houden. En dan misschien die er nog in. Of toch... nee, de tekst wordt hem niet. Dat is niet mooi. Nee, ik vind dit nog niet... hier moet gewoon een centerpiece of zo op. Maar ik weet nog even niet wat. Zullen we eens eventjes bij de postzegels kijken of daar nog wat tussen zit. Even een dingetje aan de kant zetten, want op de postzegels staat van alles. Hier zit niet echt iets tussen. Maar hier heb ik nog van die hele mooie met zo'n gouden vlootje. Misschien zit daar nog een mooie in, die passend is. Kijk, dit zijn wel hele mooie. Nou, deze mevrouw maar niet. Dat is te donker eigenlijk. Hier zitten ook nog wat papiertjes in. Oh kijk, dit is zo mooi ook. Dit is zo'n wax seal, maar die wil niet even scherp stellen nu. Even kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. Ja, kijk, hoe leuk is dit, maar dat past nu helemaal niet. Even kijken of dat wat is. Oh, die had in het goede bakje liggen. Deze passen zeker niet. Hoewel, misschien wel. Ze zijn wel heel zacht van kleur. Even kijken. Kijk, die zouden wel kunnen. Maar ik ben bang dat het te veel weg gaat vallen. Zien jullie dat? Maar het wordt wel grappig. Ik ga wel deze hier doen. Maar dan mist er nog steeds hier iets. Die ga ik wel daar plakken. Deze doe ik weer terug. Dus even weer in de doos. En nog even aan de andere kant kijken. Wat hebben we daar nog? Nee, dit zijn allemaal kaartjes. Dat volgt vandaag niet. Nee. Even spieken. Heb ik hier nog iets? Nee, dat is het ook niet. Kijk, ik vind zoiets echt heel erg mooi. Maar
Zoiets zou het moeten zijn. Deze ga ik in elk geval eerst even opplakken. Die moet er gewoon bij, punt. Ik heb ook nog lint, maar ik denk niet dat ik daar iets mee kan vandaag. Wel recht plakken, Suus. Kijk, dit voegt net iets toe door het goud. En dit is wel iets wat ik zoek, zeg maar. Want dan zou je dit er weer onder kunnen doen. En als ik dan dat randje weghaal, dan heb je het wel. Ik vind dat dit te veel op elkaar wordt, om een of andere reden. Ik ga hier toch maar even het randje afknippen, want ik vind dit wel een heel mooi plaatje. Die zit me al van het begin af dat ik de stickerbak door aan te spitten was vanmorgen aan te kijken. Dan moet het witte randje gewoon maar even sneuvelen. Dan kunnen we even kijken hoe die dan is. Ik kan hem altijd het witte randje er niet meer aanmaken, maar kan er altijd wat anders mee doen nog. Dat is niet het probleem, zeg maar. Ik kan hem altijd weer gebruiken. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar als ik hem gewoon alleen opleg, vind ik het heel mooi. En dan is hij eigenlijk gewoon af. Gewoon heel simpel is hij dan. Maar ik vind hem wel heel mooi. Dus dat gaan we gewoon doen. Dan is hij gewoon klaar. Dus je ziet maar, heel veel stickers uitgezocht. En dan vind je toch uiteindelijk iets heel anders. Ik hou daarvan. Kijk. Ja, deze is klaar. Ik ga niks meer met dat lint doen ook. Nee, hij is goed zo. Nou, dat werd een hele andere pagina dan ik eigenlijk van tevoren in mijn hoofd had. Ik had van tevoren in mijn hoofd, ik ga één stukje papier gebruiken. En dat is het. En uiteindelijk is het deze geworden. Ik vind hem toch wel weer heel erg leuk. Jullie ook? Ik hoop het. Nou, volgende week ga ik iets heel anders doen. Dan ga ik met verf aan de slag. Jullie gaan het allemaal zien. Ik zou zeggen, volgende week, zaterdag, dezelfde tijd, staat de video weer voor jullie klaar. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag. Als je de video's morgens hebt gekeken, kijk je 's avonds. Slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Dag!